Ik zit hier met de nieuwe directeur van basisschool het Ravelijn, Kim van Herpen. Mm-hmm. Wie is Kim van Herpen? Nou ja, ik ben dus Kim van Herpen, nieuwe directeur van het Ravelijn. Ik woon in Berchem, ik heb twee kinderen en ik ben ondertussen al 20 jaar werkzaam bij SAAM. Oké. SAAM is een overkoepelende organisatie, geloof ik, hè? Ja, klopt. Dat is eigenlijk de stichting waar onze scholen onder vallen. Mm-hmm. Ja. Ben je van tevoren ook al directeur geweest? Nee, ik ben leerkracht geweest, ik ben bouwcoördinator geweest en schoolcoördinator. Dus dat zijn wel MT-functies, maar geen directeur nog. Hey. Hoe heet jij? Hey. En wat wil je vragen? Welke school had jij eerst? Op welke school ik eerst werkte? Ik werkte eerst op Montessori school Elzeneind in Os. Hoe kom je er dan bij om te gaan kijken hier op het Ravelijn? Ik neem aan dat er een advertentie geplaatst wordt en dat je daarop reageert of zo? Ja, klopt. Ja, het is een vacature die dan geplaatst wordt. En toen ik hem zag, dacht ik eigenlijk al meteen, die spreekt me heel erg aan. Ik had al langer de ambitie om als directeur aan de slag te gaan. En ik was wel selectief in welke vacatures spreken mij dan aan. En deze sprong er meteen uit. Dus toen heb ik me verder verdiept in het Ravelijn en toen dacht ik, ja, hier moet ik echt op reageren. Ja, maar waarom sprong deze vacature eruit? Nou, de afgelopen jaren zijn ze hier heel erg bezig geweest met het neerzetten van de visie. Van hoe kijken wij naar onderwijs, hoe willen wij dat vormgeven? En dat sprak mij heel erg aan. Het positieve daarin, het pedagogische klimaat, kijken naar wat kinderen kunnen, wat ze nodig hebben. Vond ik heel mooi. Om directeur te worden, moet je daar dan nog bepaalde extra opleidingen voor hebben, diploma's? Ja, ik heb de basisbekwaam schoolleidersopleiding afgerond. Nou, dat is een mooi woord. Ja, het is een hele mond vol. Basisbekwaam schoolleider. Ja, precies. Je hebt ook nog de vakbekwaam, daarom benoem ik het zo. En dat zou dan nog een volgende stap kunnen zijn. Mm-hmm. Dan kom je hier als eerste dag op school, hoe gaat zoiets dan? Nou, ik was echt heel erg verrast, want het hele kantoor hier was versierd. Het was natuurlijk wel coronatijd, dus in die zin is dat dan met ouders soms een beetje lastiger. Maar ik heb me heel welkom gevoeld. Het team is heel warm, heel prettig in de omgang. En ik ben in alle klassen geweest om me voor te stellen aan de kinderen. Kinderen hebben wat vragen aan me mogen stellen. En dan is zo'n eerste dag zo voorbij gevlogen. Ja. Hoi Ravi. Weet je nog, lievelingseten? Mijn lievelingseten? Oh, ik hou heel erg van frietjes. Ik ook. Ja? Ik ook. Ik ook. Nou, je hebt kennis gemaakt op zijn school. Er is natuurlijk een bepaald team hier al, wat al staat. Hoe ga je nou als nieuwe directeur daar je positie in veroveren, bepalen? Ik neem aan dat je daar een idee over hebt. Ja, ik denk dat dat ook een beetje is hoe je als persoon in elkaar zit. En ik heb voorafgaand, voordat ik hier begon, veel overleg met Ernie gehad, dus mijn voorganger. We hebben veel gesprekken gevoerd over hoe zit het team in elkaar, wat hebben ze dan van mij nodig. Dus dat was een heel fijn begin en daarin heb ik wel heel duidelijk beeld gekregen. Ja, want ja, dat zegt mij natuurlijk niks, hè. Wat hebben ze nou van jou nodig? Wat doet een directeur nou eigenlijk? Ja, wat doet een directeur? Want je staat niet voor de klas, denk ik, of wel? Nee, ik sta niet voor de klas. Ik vind het wel belangrijk om heel zichtbaar te zijn. Dus letterlijk in de school te zijn. Dus dat collega's mij zien en dat kinderen mij zien. Ook ouders, maar dat is nu dus met corona wel een klein beetje anders geweest. Maar, dus dat zichtbaar zijn vind ik heel belangrijk. Ja, wat doet een directeur? Veel gesprekken voeren ook met collega's. Zorgen dat zij in hun kracht staan. Dus dat de in gang gezette ontwikkelingen, dat die gewaarborgd blijven. Dat collega's daar hun rol in kunnen pakken. Dus ik denk dat je daar een hele belangrijke rol in hebt. Collega's in hun kracht zetten. Want werk je hier fulltime? Nee, ik werk 3 dagen. En je werkt alleen op deze school nu? Ja, klopt. Okay. Ja, ik ben Rafael. En wat is je meest verrassende eigenschap? Mijn meest verrassende eigenschap. Sportief? Ik weet niet of die voor jullie verrassend is. Ik hou wel van sporten. Wat zou je hier willen veranderen? Wat denk je van, dat breng ik nou mee naar deze school en daar zou ik wel iets mee willen doen? Ja, nou per se, sorry, veranderen is niet echt mijn intentie, want ik vind het Ravelijn heel mooi zoals het nu is.
ik denk dat we door kunnen gaan op de in gang gezette ontwikkelingen. Dus bijvoorbeeld kansrijke combinatiegroepen is een pad wat al ingezet is, dus wat we verder gaan bewandelen. Het voeren van kindgesprekken, dus kinderen zelf ook betrekken in hun ontwikkeling. Kansrijke combinatiegroepen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we hebben hier combinatiegroepen. Dat is waarschijnlijk wel bij de meesten bekend. Dat je bijvoorbeeld groep 4-5 bij elkaar hebt en groep 7-8 bij elkaar hebt. Dat kun je als een kracht zien. Dus dat je gaat kijken van hoe kunnen we nou voor zorgen dat de kinderen echt met en van elkaar kunnen leren. Dus dat je niet apart groep 7 en apart groep 8 hebt, maar waar kun je dat samen pakken? Ik ben mensen en mijn vraag is, ga je veel dingen veranderen in de school? Nee, dat wil ik niet, want ik vind het gewoon een hele mooie, fijne school. En ik denk niet dat dat nodig is. Wat denk jij? Wat vinden jullie? Moeten we veel veranderen aan deze school? Nee. Niet, hè? Nee. Een beetje schaduw erbij. Ja. Oh, maar daar zijn we mee bezig volgens mij. Volgens mij komt dat goed, hè? En er kwam toch ook een klimmuur of iets? Ja, die komt er ook. Dus er komen wel veranderingen. Ouders, je hebt net al gezegd, in die coronaperiode is dat heel lastig geweest. Nou, we gaan ervan uit dat het langzaamaan een beetje overgaat. Of in ieder geval dat we het op een andere manier gaan behandelen. Ja. Gaan daar ouders ook weer meer een rol in spelen dadelijk? Ja, heel graag. Ja, nu, ik geloof vorige week is er al een vergadering geweest over het Ravelijnfestijn. Wat altijd aan het einde van het schooljaar is. Dat kan nu gelukkig weer doorgaan. En ook daarin worden natuurlijk ouders betrokken en hebben ze een hele belangrijke rol. Maar ook ja, andere dingen die gewoon binnen de school spelen, is gewoon heel prettig als je dat samen met ouders meer kunt gaan doen. Want ik denk dat het, ik was er natuurlijk niet, maar dat het de afgelopen jaren wel wat moeilijker is geweest om dat dan samen op te pakken. En ik hoop echt dat dat de komende periode weer beter gaat. Ja, welke rol zie je dan voor ouders? Nou, ik denk ook een beetje hetzelfde als bij leerkrachten. Ouders ook in hun kracht zetten. Er zijn natuurlijk ouders met bepaalde expertise. Nou, die kunnen we zeker ook binnenhalen in de school. Maar misschien zijn er ook gewoon ouders die het hartstikke leuk vinden om met een uitstapje mee te gaan. Nou, die hebben we zeker ook nodig, want uitstapjes mogen weer. Dus het kan eigenlijk heel divers. Ik ben Sofieke en ik heb een vraag. Waar ga je het liefst op vakantie? Oeh, waar ga ik het liefst op vakantie? Ik ben ooit in Zuid-Afrika geweest. En toen heb ik daar al die wilde dieren gezien, weet je wel? Olifanten, giraffen. Dat was wel heel tof. En de samenwerking met de BOGA, die is de laatste tijd ook beter als die geweest is, denk ik. Gaan jullie daar ook nog in investeren? Zeker. Ik heb onlangs al met de directeur gesproken. En wij gaan binnenkort een overleg met elkaar plannen, ook met de eerste stap. Om te kijken van oké, hoe kunnen wij onszelf profileren en hoe gaan we hier dit mooie gebouw neerzetten. Is dit deze school, is dat voor jou een tussenstap in je carrière? Of denk je van, hier wil ik voorlopig wel blijven? Nou, ik heb daar in die zin geen hele duidelijke visie op van, nou, zoveel jaar wil ik hier blijven en dan wil ik wat anders gaan doen. Nee, voorlopig ben ik gewoon lekker hier. Mm-hmm. Vind ik heel fijn om mezelf ook te ontwikkelen als directeur. Het team is hartstikke fijn, de kinderen, de ouders, dus ik ben hier voorlopig nog wel even. Ja. We hebben afgelopen 14 dagen, 3 weken geleden afscheid van Ernie genomen. We hebben in het begin van zijn periode, 7 jaar daarvoor, hebben we een interview gedaan. En toen hebben we dingen gevraagd van wat zou je hier willen realiseren. Ja. Bij het afscheid hebben we gezegd van nou, dit heb je aardig gerealiseerd, wat je doelen waren. Stel, jij gaat hier over 7 jaar weg. Wat moet er hier dan hetzelfde zijn of veranderd zijn? Ja, ik denk dan toch wat ik toen straks zei, dat de in gang gezette ontwikkelingen, dat die gewaarborgd zijn. Dus dat de visie die wij hier op onderwijs hebben, dat die heel duidelijk staat, nog duidelijker en dat die ook blijft staan. En dat je dat ook in alles merkt en voelt en ziet. Dus ook ouders die hier de school binnenkomen, dat ze gewoon zien van ja, inderdaad, wat ze zeggen, dat zien we ook. Oké. Nou, dat lijkt me iets moois om mee af te sluiten. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel. Hi, wie ben jij? Ik ga het vragen. En wat wil jij vragen? Ben je het vergeten? Ja. Hoe oud ik ben? Wat denken jullie? Ja, sommigen weten het, want in sommige klassen is het al gevraagd. 32? Nee. 33? Nee, ik word wel blij van jullie. 40. Iets meer. 31.
41. Ja, super. 41? Ja, 41. Mijn voorappel was in 2.